vlog in 3, 2, 1. Tadaa! Actie! Eten waar ik van houd. Hakken! Nee, hout! Hakken! Hout! Hakken! Weet je waar ik van houd? Hakken! Hout! Een tijdje geleden had ik een heel leuk familieweekend waarin wij gingen hout hakken. Ja. Vandaar ook dat liedje. Dit liedje komt overigens uit de musical De Sprookjesboom. Je weet wel, de sprookjesboom uit de Efteling. Mijn vader die heeft een bos. Er moet natuurlijk alles een beetje bijgehouden worden. Net als je haar, weet je wel, af en toe een beetje bijgeknipt moet worden. Zo moet een bos ook bijgehouden worden. Er moesten een paar bomen om. Er moesten dan takken vanaf geknipt worden. En dat knippen, dat mocht ik doen. En dan moet dat allemaal op een soort stapel gelegd worden. En die stapel vormt dan een soort ring in een weiland. Waar allemaal vogeltjes een nestje in kunnen bouwen. Daarbij ook iets goed voor de natuur. Het was heel erg leuk, maar het was ook heel erg koud. Koud? Koud? Koud. Ja, het is een hartstikke gezellig familieweekend. Niet mijn hele familie was erbij, maar goed, het was wel heel erg gezellig. We hebben ook nog de verjaardag van mijn opa gevierd. Want die was ook jarig en het was hartstikke, hartstikke leuk. Jongens, jullie gaan er lekker naar kijken. Veel kijkplezier. Goedemorgen, lieve mensen. Oké, het is echt heel erg vroeg. Het is 7:30. En ik ben op weg naar Meppel. Want ik heb een soort van familieweekend. En dan gaan we hout hakken. Ik heb er best wel veel zin in, want ik heb nog nooit in mijn leven hout gehakt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb een lekkere warme chocomel. Want het wordt 2 uur lang in de trein zitten. Dus waarschijnlijk ga ik nog even een tukkie doen. Maar ik heb er heel erg veel zin in. Alleen niet heel erg veel zin in 2 uur treinreizen. Maar goed, dat moet dan maar. Ja, daar gaan we dan, hè. Op naar Meppel. Is hier koud? Heeft hier denk ik ook gevroren? Oh jeetje Mina. Oh, ik hoop echt dat mijn zus gauw komt. Ja, mijn zus die komt me ophalen. Maar die appte net dat ze net onderweg is. Dus ik zou waarschijnlijk nog even moeten wachten. Maar zo, het is hier koud zeg. Oh ja, dat heb je als je naar het noorden gaat. Daar is het altijd kouder. Laten we maar naar de dinges lopen. Parkeerplaats. En dan hoop ik dat ze daar al staat. Nog steeds super koud. En we lopen nu richting het bos. Ik hoor al wat geluiden daar. Dus ze zijn denk ik al bezig. Maar het maakt niet uit. Met mijn zus. Hi. En mijn kleine neefje is er ook bij. Dus het is lekker koud. Het is gewoon wit hier. Het is ijs. Ijs koud.
lekker om in de natuur te werken. Dat is echt gewoon, daar voel je echt een gezonder mens van, vind ik zelf. Maar goed, ik ga maar eens even wat doen. Het is nu 4:00. We zijn al zo'n beetje de hele dag bezig. Ik heb allemaal takken, van grote takken weer kleine takken afgeknipt. En die moesten dan in zo'n ring worden gelegd. Of tenminste op zo'n stapel. Daar achter mij ligt zo'n stapel. En even kijken hoor. Daar achter. Daar. Dat is de trekker. Daar achter mij ligt ook een stapel. En het is dan een beetje de bedoeling, ga ik jullie even laten zien, dat het wordt een soort van ring. Dus al die takken worden in een soort van ring om dit veld gelegd. En dan zul je misschien denken, waarom stapelen al die takken zo op? Ook voor de vogeltjes kunnen ze de vogeltjes hierin een nestje bouwen. En volgens mij hebben in deze stapel al heel wat vogeltjes een nestje gelegd. Ik ga natuurlijk niet checken, want misschien zitten er vogeltjes in. En dan komt er hier in dit hele mooie weiland komen allemaal bloemetjes. Dus dat wordt heel mooi, maar dat gaat nog wel heel erg lang duren. Dus ja, vandaag hebben we dat een beetje gedaan. En ik heb het koud en ik ben moe. Dus het is 1 graad. 1 graad vandaag. We gaan zo meteen met de trekker. Ja, met de trekker. Gaan we weer terug. Want het is 4:00 en het wordt natuurlijk zo meteen een beetje donker. En mijn jas is groen. Moet je kijken. Oh nee, hier kan je het niet zien. Maar mijn jas is helemaal groen, joh. Kijk hier. Allemaal groen. Hier is groen. Hier mijn mouw is ook groen.
Maar ja, dat krijg je ervan, hè. Als je in een bos werkt, daar word je wies van. Maar door het allemaal weer schoon. Lekker douchen van. Lekker warm douchen. Van chocomel. En koekjes, weet ik het. En we gaan nog eten natuurlijk. Maar goed, het was wel erg leuk. En oh, het is gewoon heerlijk om in de buitenlucht te werken. Ik bedoel, het is ook heerlijk weer vandaag. En ja, het is gewoon ook leuk om met je familie lekker een beetje buiten te gaan klussen. Ja, dat is leuk. Hij is heel leuk. Ja, hij is heel leuk, ja. Jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Moet ik nog iets zeggen? Ja. Jongens, abonneer op mijn kanaal, zodat je geen video hoeft te missen. En als je deze video leuk vond, dan doe je een duimpje omhoog. En natuurlijk, tot de volgende video. Dag! Doei! Letters!